Dit gedeelte is al weggemaaid, maar veel velden staan nog vol met riet. In de wiede staat zo'n 1200 hectare dat tussen december en april gesneden wordt. En om dat te doen, komt er nog aardig wat bij kijken. We maaien het riet met een zogenaamde zelfbinder. En dat is een machine die maait het af en die maakt er dan bosjes van. Maar in die bosjes daar zit natuurlijk van alles nog bij in. Er zit gras, zeggen van allerlei soorten rommel, wat wij rommel noemen, zit daar nog bij in. En dat gooien wij op bulten. Of we zetten ze rechtop aan de zogenaamde tenten of stoepen, zeggen we hier. Zodat ze droog blijven. En dan ga ik er met de machine bij langs. Dan snijden we het touwtje door. En dan zorgen we dat de rest wat er niet in hoort uitgekamd wordt. Zodat alleen maar de schone stengel overblijft voor de dakdekker. Met de pluim. En de pluim blijft erop. Ja, riet met de pluim, dat is hetzelfde. Dat hoort er gewoon bij. En dat is hetzelfde als een huis met een schoorsteen. Dat hoort er ook gewoon bij. Ja. Het mooie van het werk is, er zit toch een zekere mate van vrijheid in. Je bent in de natuur. Die vrijheid die is natuurlijk ook wat beperkt hoor, want wij moeten ons ook natuurlijk aan allerlei regels houden. Maar ik sta 's morgens niet in de file, ik stap gewoon in de punter en ik vaar van huis. En dat is toch wel prettig. Ja. Als dit seizoen nou is afgelopen, kijk je dan heel de zomer alweer uit naar het volgende seizoen? Ja, riet maakt eigenlijk altijd blij. Je bent blij dat je weer kunt beginnen. Je bent blij dat het mooi weer is. Je bent blij dat je het rietland gemaaid hebt. Je bent blij dat je dan uiteindelijk ook de centen ontvangen hebt. Ja, wat dat betreft, ja, je kijkt er altijd weer een beetje naar uit. Je werkt er ook weer naartoe. Rietsnijden is een oude ambacht, maar ook een uitstervend beroep. Er zijn er nu nog enkele tientallen in Nederland. Wout van der Belt vindt dat jammer, maar volgend jaar is hij in ieder geval terug te vinden tussen de rietkragen. Het werk zit er dit seizoen alweer bijna op. En daar gaan we door tot ongeveer half april. Als de vogels weer komen, zijn wij weer gevlogen. En je verwacht met dit stuk waar we nu zijn, vrijdag klaar te zijn, hè? Ik denk dat ik hier vrijdag vertrek, ja. Ja. Als het weer in ieder geval zo blijft en ook zo is als het voorspeld wordt. Halverwege april begint het broedseizoen van de vogels in de wiede. En tot die tijd wordt er riet gesneden in het gebied.